Wat vindt u belangrijk aan zo'n wandeling voor deze stad? Nou, het belangrijkste is dat je bij zo'n Walk of Peace ziet dat er ook in Almelo heel veel mensen zijn die zich rekenschap geven van het feit dat er grenzen zijn die geslecht moeten worden. Niet alleen maar grenzen van landen of grenzen van culturen, maar ook grenzen in ons hoofd. Hoe wij denken over mensen uit andere landen, hoe we denken over onze eigen buren bij wijze van spreken al. Dat bepaalt ook hoe we met elkaar samenleven. En het is heel goed dat er mensen zijn die zo'n Walk of Peace organiseren. Nu al, ik geloof al voor de derde keer. Die met een Walk of Peace door de stad gaan en ook laten zien dat zij over die grenzen willen denken. En dan hoop je natuurlijk, want daar gaat het om, dat ze anderen ook inspireren om dat ook te doen. Victory belongs to Jesus. Nou, het is de bedoeling dat wij met heel veel verschillende mensen van verschillende achtergronden met elkaar een wandeling maken. En af en toe maken we ook een stop. En dat we laten zien dat er veel mensen zijn van goede wil. Een heleboel gezinten hier in Almelo doen daaraan mee, hè? Doen er heel veel aan mee. Ook het Humanistisch Verbond, het Apostolisch Genootschap, de remonstranten, de doopsgezinden, de PKN, de katholieken. Ik ben heel bang dat ik iemand vergeet, de Armeense Apostolische. Maar eigenlijk bijna iedereen die vertegenwoordigt, is hier vertegenwoordigd. Heb je het al vaker meegelopen dus? Ja. En wat? Ik vind, eerlijk gezegd, vind ik dit geweldiger of mooier, omdat het meer compacter is. De vorige keer moest je helemaal daarheen en dan weer. Dus de hele groep die viel uit elkaar. Op een gegeven moment liep je alleen met z'n beiden. En het is de bedoeling dus dat je met de hele groep bij elkaar blijft. Ja, ik weet het niet. Goed gesprek te hebben met andere mensen. Dus ik laat alles op me afkomen, maar ik vind het wel een goed initiatief. Ik kan niet nalaten ook nog wat te zeggen over Angela Merkel. Als het gaat om vrede tussen mensen en volken. Zij heeft de moed gehad om vluchtelingen en oorlogsslachtoffers te willen opnemen met de historische woorden: Wir schaffen das. Wir schaffen das. Haar optreden in de moeilijke migratieproblematiek heeft haar heel veel zetels gekost. Vanaf het Almeloze Kerkplein roep ik haar toe: herzlich dank, Angela.